Hoi hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Als ik kijk naar buiten, het weer is lekker, lekker zacht, mooi. Beetje lenteachtig eerlijk gezegd. We zitten in februari, maar ja, ach, who knows. In ieder geval, we genieten van. Het is een beetje regenachtig, een beetje ja, jammer. Maar voor de rest is lekker zacht. En ik dacht, nou, na de Valentine Days, ik heb nog mijn Valentijnsnagel, of ze zijn nog heel mooi, dus ik ga ze misschien eind van deze week verwijderen. Ik hou toch van die haartjes. En dat een beetje glimmend glans kleuren, die heb ik hier in mijn middel of mijn ringvinger. Maar voor ga ik beginnen. Ik heb nieuw een collectie en dat is nieuwe bestelling binnen. En ik dacht, nou, wat zou ik bestellen? En dit keer heb ik echt lekker rustige kleuren besteld. En dat zijn echt de pastelkleuren voor, dacht, nou ja, we hebben het allemaal gehad. Valentijn, kerst, en. Dus we gaan richting de nude en rustig zijn. Verbreiding op de linten en de zomer, zeg ik altijd. Maar voor ga ik beginnen met mijn nieuw pakketje open te maken. Ben je nieuw in mijn kanaal, vergeet je niet te abonneren. Zo blijf je natuurlijk op de hoogte van alle nieuwe filmpjes die ik maak. En vergeet je niet duim omhoog. En vergeet je ook niet belletje daaronder. Zodra snel dat een film binnen, kreeg je gelijk een notificatie. Even kijken, hier heb ik mijn pakketje. Ik heb hem nog niet open. Ik ben benieuwd wat heb ik besteld. Ik heb hem eerlijk gezegd van het weekend binnengehaald. Dus ik heb hem nog niet open. Dus ik ga hem nu open doen. En we gaan samen met z'n allen. Ik heb wel een bestelling gedaan, maar ik weet niet meer. Omdat ik heb ze, ja, natuurlijk bij de Dingjellak is heel snel binnen. Even kijken, dat is hem. Kijk eens aan. Ja. Kijk eens. Leuk. Dat blauw. Ik heb twee die. En ik heb nog deze. Dus we gaan kijken wat hebben we binnen. En wat heb ik besteld? Ik heb deze besteld. Oeh, zoals ik zei, mooie kleuren. Kijk eens aan. En dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kleuren heb ik besteld. En ik zei de pastelkleuren. Ik heb hier de Blended Parel nummer 346. Ach, ik vind hem zo mooi. Nou, we gaan ze allemaal proberen. En deze vind ik ook heel mooi. Eerlijk gezegd, dat is de Rigel Red. Ik heb heel veel van de rode kleuren, maar dit heb ik nog niet. Dus dat is de 281. Ook heel mooi. Het is een beetje, ja, een beetje paars. Maar staat hier red. Ja, oké. Okay. We zien het wel. En ik heb hier nog een doos. Ik weet niet wat zit erin. Dus hoe ga ik deze open doen? Het kan ook een cadeautje zijn. Er zit hier een sticker. Dus even de sticker verwijderen. Ik kreeg hem niet zo makkelijk open. Even mijn nagels gebruiken. Doe ik niet zo vaak. Maar omdat het is een hele rustige papiertje. Dus dat kan misschien. Kijk eens aan. De eerste kant is open. Jammer heb ik mijn pakketje helemaal verpest. Maar dat is niet de bedoeling. Oké. Oh. Ja. Dit zijn heel mooie kleuren. Dat is een aparte kleur. Dat is de... Oh ja. Dat is de... Ultra Shine, dat is de topcoat. En de Shine topcoat ook. Die heb ik besteld, die heb ik niet. En dit vind ik heel mooi. Shine Star. Echt prachtig. Echt, zoals allemaal sterretjes. Kijk eens aan. Zo ziet hij eruit. Oh, mooi. Kijk eens aan. Het is een beetje naturaal. Ik denk dat dat ook een soort topcoat is. Met sterretjes erin. Dus we gaan hem straks even allemaal... Ah, ja. Zie je de sterretje? Ik zie hem hier. En één sterretje met heel veel kleuren. Oké, dat is een soort topcoat. Kan je over andere kleuren doen. Mooi.
dat is binnen. Ik denk dat ik heb hier een voorbereiding van... Oh ja, mijn pakketje is op de grond gevallen. Geeft niet. Ik heb hier een voorbereiding van aantal 1, 2, 3, 4, 5, 6 tips. Die heb ik allemaal netjes gefiled. En dan gaan we één voor één de kleuren testen. En ik ga een beetje snel doen. Ik ga eerst deze, de Milkshake Bink, nummer 265, deze. Van de Bink, ja, lak is een beetje Bink kleur, een beetje zacht Bink. Even kijken, oh ja, kijk eens aan, dat is wel echt een mooie, mooie Bink kleur. Dus die ga ik even snel voor doen, om te kijken. Ik heb ze wel een beetje, voor de voorbereiding heb ik ze een beetje gevuild. Een beetje grover gemaakt, dan kan even makkelijk... Kijk eens aan, echt een hele mooie binkkleur. Kijk eens aan, zo'n mooie, rustige, zachte, roze kleur. Beetje baby roze, zoiets. Heel zacht, heel mooi. Ik vind hem echt mooi. Ik denk dat dat de eerste kleur die ga ik naar mijn Valentijn, als had ik deze verwijder, ga ik hem doen. Ik vind hem prachtig. Echt mooi. Kijk eens aan. Dit is hem. Prachtig. Ja. En dit gaat natuurlijk onder de lamp. Ik gebruik een lidlamp voor 60 minuten. En ik heb hem nou één laagje gedaan. Dus ik doe straks de volgende laagje. En dat is nummer 1. Ik heb hier nummer 2. Dat is de Palais Saint Barrel 346. Pleasant barrel. Echt heel mooi. 346. Even kijken. Oh, prachtig. Kijk naar dat melkje. Oh, dat is echt een hele mooie kleur. Ik hoop dat is wel duidelijk te zien in de camera. Echt een beetje blamoorachtig kleur. Een beetje zachte. Ik doe nu eens een hele mooie glanzend blamoor. Kleur is echt heel zachte roze bink met een beetje ook paars daarin. En ik denk dat moest je hem aantal laagjes doen, zo om te zien. Is niet één laagje, maar je moet één of twee, minimaal drie laagjes, denk ik, om de mooie effect van te krijgen. Dus ik denk, omdat ik zie nog niks hiervan. Kijk, zo wordt dit. Dat is hem. Dit gaat ook onder de lamp voor 60 seconden. Nou, dat gaan we als volgende doen. En ik heb hier nog een beetje Milky Teup. 253. Even kijken. Even een beetje schudden. De Milky Teup. Oh, mooi. Ja, is een beetje... beetje creme-achtige, nude, zachte creme kleur. Zo ziet hij eruit. Echt, kijk naar die juicy kleur. Ach, prachtig. Even kijken hoe ziet hij eruit. Zo ziet hij eruit. Het is een beetje milky-achtig. Het is een hele rustige, zachte kleur. En is een beetje richting de nude. Zo om te zien is echt... Even kijken dit... Echt mooi. Echt, echt, echt. Kijk eens aan. Prachtig. En ik denk deze is heel mooi dekkend. Is echt, echt. In één keer heb je echt een hele goede dekking. Dus ik doe altijd twee laagjes. Maar die dekt echt heel goed. Kijk eens aan. Prachtig. Nou, doe ik hem ook onder de lamp voor 60 seconden. Doe hem even opzij. Dat is één laagje. En zo ziet hij eruit. Prachtig. Ja, mooi. En we gaan naar nummer... Even kijken. Oh, deze vintage nude. Echt prachtig. Even schudden. Ik moet hem even schudden, want het is een beetje nieuw. Dat is de vintage nude. 166. Echt heel mooi. Mooie kleur. Mooie zachte nude kleur.
zoals ik zei, ik heb alleen maar zachte kleuren besteld. Dus allemaal die nude kleuren. Ik heb er echt gewoon zin in. Ik dacht, nou, ik heb van alles. Dus ik wil gewoon mensen verrassen met nieuwe, rustige kleuren. En ik dacht, nou, ik heb wel echt de tijd voor genomen, eerlijk gezegd, dit keer. Meestal bestel ik gewoon, denk ik, oké, hup, die heb ik niet, die heb ik niet. Maar dit keer heb ik even goed de tijd genomen. En hebben echt even overal gekeken, hoe ziet het eruit. En ook heel veel op Instagram. Maar sommige mensen laten ook zien, oh, echt prachtig, kijk eens aan. Echt heel mooie kleur. Als je haar echt van lekkere, rustige, nude, roze, nude, vintage, is echt mooi. Ja, die is prachtig. Ik zit nou te twijfelen. Zal ik die volgende keer doen of niet? Maar past die nou bij mijn huidkleur? Omdat ik heb wel een beetje donker huid. Dus ik weet niet. Nou, we zien het wel. Die gaat trouwens ook onder de lamp. Ik gebruik hier een lidlamp. Dus 60 seconden. Dat is nummer 3. En even kijken. Oh, dat zijn allemaal kleuren. Wat denk ik? Oké. Wat heb ik hier? Dit is een topcoat shine ook. Shine. Die hoef ik niet te doen. En dat is topcoat ook. Dat is de ultra shine. Doe ik hem even hier. En ik heb hier de... deze vind ik echt mooi. Ik wil even kijken hoe zit die. Ze zeggen regular rate. 281, kijk eens aan. Maar hij is eigenlijk, als ik zie hier, is een beetje paars, een beetje ja, roosachtig. Kijk, een beetje roosroodachtig. Oh, mooi. Oh my hemel. Die is echt prachtig. Die is echt mooi. Ja, ik heb het niet mis. Kijk eens aan, dat is echt een hele mooie kleur. Kijk, is echt, ik hoop dat het wel duidelijk te zien. Oh, prachtig. Kijk, als je houdt echt van niet een beetje roze-rood kleur. Dit is echt prachtig. Prachtig. Zit een hele roze tint in. En heel vaak mensen zeggen, maar ja, ik wil een roze-rode kleur. Een beetje roze in. En dat snapte ik nooit. Maar nu zie ik het. Is echt een mooie kleur. Nou, ik zit nou te twijfelen. Ik ben echt helemaal... En twijfelen nu. Welke kleur ga ik nou? Maar ja, omdat ik heb nu de rode, denk ik, nou, doe ik het daarna. Is een beetje, ja, is een verleideling. Is echt, ik zit in de verleiding nu. Kijk, dit is hem. Heel mooi. Prachtig. En die gaat onder de lamp, ook voor 60 seconden. Ik vind hem echt mooi. Ja. 60 seconden. En ik heb hier een, die vind ik ook mooi. Ja, Pony Pink 2627. Kijk eens aan, 227. Pony Pink. Even kijken, hoe ziet die de Pony Pink uit? Ja, kijk eens aan. Oh my god. Ja, nou, het lijkt op een kleur, die heb ik ook eerlijk gezegd. Er heeft heel veel daarvan. Ik weet niet of kan ik hem nu uithalen, maar hij lijkt er echt precies op. Ik denk op deze. Hij lijkt heel veel op de op nummer 334. Deze lijkt er echt heel veel op. Kijk eens aan. Alleen deze misschien zit veel glans in. Maar we gaan hem zien. Kijk eens aan. Oh, is echt heel mooi. Ja, als je houdt van een beetje kleur. Dit is echt heel mooi. Is echt een prachtige beetje, ja, beetje paarsachtige kleur. Kijk eens aan. Oh, prachtig. Is echt heel mooi. Is een beetje chic paars, noem ik. Ja, er zit heel veel glas in, eerlijk gezegd. Net niet echt een glitterachtig, maar balamoerachtig ook niet. Maar er zit wel echt een duidelijk een beetje... mooie glans in. Kijk eens aan. Ik hoop dat het wel echt duidelijk te zien. Is echt een hele mooie kleur. Mooie rustig ook. Rustig paars. Heel veel mensen houden niet van paars. Maar dit is echt een hele mooie, mooie kleur. Zo ziet hij eruit. Echt. Nou, die gaat ook onder de lamp voor 60 seconden. Doe maar.
En ik heb de laatste en at least, deze. En deze, ik heb alle rood, ik heb 108 en die heb ik op mijn nagels nu, dat is nummer 108. Maar deze is nummer 107 en dat is super veel red. Dus 107. Ik ben benieuwd hoe ziet het eruit. Het kan ook lijken. Deze nummer 8, 108. Het is een beetje, ja, het is een beetje, oh prachtig. Een beetje oranje rood. Kijk eens aan, is niet echt oranje oranje, maar is ook niet brandweerrood, maar is heel anders dan die. Dat is het verschil. Is wel echt duidelijk te zien. Nou, we gaan hem even hier ook doen. Prachtig. Is echt een hele mooie kleur. Prachtige kleur. Zit echt een vrolijke, ja. Ik denk dat is een beetje tussenin. Dat is een beetje echt lintenrood kleur voor de linten, denk ik. Is echt heel mooi. Ook voor dit zacht weer, trouwens. Is pas heel goed. En een kleur die past, ik denk, bij alle soort kleding. Maar tegenwoordig moet je echt kijken wat draag je het meeste. En ik denk dit is een van de mooiste kleuren die nu... Er zit een beetje dat oranje in. Oranje, bruinachtig. Prachtige kleur. Ik vind hem echt mooi. Ik ben er verliefd op. Kijk eens aan. En dit gaat ook onder de lamp voor 100... voor 60 seconden. Sorry, ik was 100, maar 60 seconden. Prachtige kleur. Wat hebben we nog niet gedaan? Ik heb deze... En dat is de Shine Star, nummer 382. Maar ik zit te denken, zal ik hem even op het type doen? Maar dat misschien handig. Of zal ik het over een kleur heen doen? Maar ik zal hem zo zonder, gewoon als het hoort. Even kijken, als heb ik wel van de sterretjes. Dan moet je echt zoeken waar zijn de sterretjes. Ja, ik heb eentje hier. Kijk eens aan. Is niet duidelijk te zien. Kijk eens aan. Je moet hem echt over een kleur heen doen. Dus er zitten wel echt een aantal kleuren erin. Ik moet even over de sterretje heen proberen. Anders neem ik hem overal mee. En ik doe hem even in de midden. En misschien straks doe ik nog één keer of twee keer. Om een beetje diepte in te krijgen. Is wel echt mooi. Maar je moet er echt, denk ik, over een kleur heen doen. Dan staat hij echt mooi. Over zwart. Zal die echt heel mooi zijn. En over, denk ik, over die nude of roze. Deze kleur. Ik denk deze passen heel erg goed mooi bij elkaar. Maar we zien het wel. Ik ga het niet nu doen. Maar ik ga het andere keer misschien. Maar nu doe ik hem zo. Als het hoort. Kijk eens aan. Omdat ik wil hem als een zo komt hij uit te zien. Kijk eens aan. Gaat hij onder de lamp voor 60 seconden. En dat was hem. Ik ga al die kleuren even nog een keer even rustig tweede laagje doen. En kom ik terug, laat ik zien, eindresultaat. We hebben nu één laagje, maar ik laat straks even de... als een laagje. Ik doe deze roze kleur. Doe ik deze. Nog een laagje en dan ga ik uit en doe ik allemaal voor tweede laagje. Alleen, oh nee, ik ga niet deze doen. Ik denk, ik ga die doen. Dat is een beetje een blamourachtige kleur. Dat is de Vintage Pink. Of de Blazed Pink, nummer 346. En ik vind hem een kleur, die moest je drie keer doen. Hij is heel mooi, maar als je wil echt diepte in... Moet je een paar keer doen. Dus ik heb hem één laagje gedaan. En nu doe ik de tweede laagje. Yes. En dan zie je gelijk de resultaat. En ik denk twee, drie laagjes zal het echt mooi zijn. En is ook een kleur die kan je over een andere kleur doen. Bijvoorbeeld de roze of... Prachtig. Is echt hele mooie blamuur kleur. Zo ziet hij eruit. Is een hele zachte roze zit in. Zit ook... Beetje pink, paarsachtig. Je kan alle kanten mee. Ik denk ik. Het ligt eraan ook aan de licht. Dus ik denk dat als je gaat er in een... voor een dansfloor. Dan zie je... En er zit heel veel kleuren. Licht kleuren in. Dan gaat hij ook gelijk mee. Prachtig. Hele mooie kleur. Deze is het tweede laagje.
Maar ik denk, ik ga hem voor 3 keer doen. Dus dit is het tweede laagje. Zo, dat is het resultaat nu. Ik vind het mooi, maar het kan nog mooier. Het kan nog dieper. En ik ga uit en ik kom zo terug. En laat ik hoe het tweede laag is allemaal aan eindresultaten hier weer. Tot zo! Jongens, ik ben er helemaal klaar mee. En ik heb ze hier allemaal. Zoals ik zei, ik ga ze voor 2 laagjes doen. En sommige heb ik 3 laagjes gedaan. Maar dat is afhankelijk van de sterkte van de, of de diepte van de kleur. En de enige wat heb ik 3 keer gedaan is deze. En eerlijk gezegd, ik vind hem heel mooi. Kijk, je kan hem ook zo doen. Zoals als gewoon naturaal. Even kleur op je nagel. Of op je gel lak. Of op je B-app. Of je Boli gel. En whatever je gebruikt. Dat is de nummer 346. De Blessing Power. De enige, ik vind hem heel mooi. De enige, misschien als doe ik hierover, zal het echt nog mooier zijn. Maar is een kwestie van de smaak. Maar zo vind ik ook mooi, eerlijk gezegd. En ik vind hem echt van de zomer of met dit weer zo van lekker zachte kleur. Naturaal, als je houdt echt van naturaal. Ik wil je niet de uitgroei van je nagels zo snel laten zien. Ik begin even met de eerste. En dat is de Chevrolet Red, nummer 107. Zo is eindresultaat. Een mooie kleur. Fantastisch. Prachtig. Als je houdt echt van mooie kleur met dit weer. Dit is echt de kleur wat je echt gebruiken, 107. Nummer heb ik hier. Nou, die is ook nog beautiful. Die is ook, ja, het, ze maken me allemaal gelukkig, eerlijk gezegd. Dit is nummer 281. En is ook prachtige kleur. Lijkt heel veel op deze. Het is een klein beetje verschil. Deze is een beetje rood, oranjeachtig. En deze is een beetje roze, rood. Prachtige kleur ook. En ik heb nog nummer 227, de Pony Pink. Oh, I love it. De naam alles. Is een hele mooie, mooie kleur. Echt, als je wil echt gezien worden. Dit is de kleur wat moest je kiezen. Als jou van nude en zacht en gewoon jezelf zijn. Deze is een hele mooie pink kleur. Dat is de Milkshake Pink. 265. Echt een van de mooiste kleuren die heb ik tot nu in mijn collectie. Ik wilde hem al lang en nu heb ik hem wel. En ik heb hier, deze is ook heel mooi. Dat is de, deze is de Vintage Nude. Een prachtige kleur. Als je haar ook voor een lekkere, zachte, nude kleur is hem ook. Prachtig. En ik heb hier, deze, de Milky Topi. Echt een hele mooie, zachte kleur. Nou, ik denk dat is, je moet meer iets van een donker kleur huid hebben. Hoe donkerder, hoe mooier is. Maar is ook heel mooi. Mooie kleur, prachtig. Je kan hem ook nog combineren met deze. Dat vind ik ook, kan echt heel mooi overheen zijn. En uiteindelijk heb ik de Shining Star. Is echt heel mooi. En dat kan je over al die kleuren kan je hem overheen doen. En of je kan hem als je houdt van een beetje rustig, dan kan je hem ook zo doen. Zo is het eindresultaat van. Ik heb hier 3 sterretjes gekozen en ik heb ze in de midden gedaan. Ik hoop dat is duidelijk te zien. Zo is die. Prachtige kleuren. En met deze kleuren ben ik kleurenrijk weer. En ik ben er echt blij mee. En ik ben echt gelukkig met al die kleuren. Oh, ze zijn zo mooi. Ik kan niet wachten om 1 voor 1 op mijn nagels te testen en te hebben. En zoals ik zei, dat is nieuw. Helemaal nieuw. Helemaal binnen. En I love it. En I like it. En ik zou zeggen, vind je deze video leuk? Vergeet je niet te abonneren. Vergeet je niet duim omhoog. Vergeet je niet te liken. En blijf me volgen op Instagram, Twitter of op TikTok en YouTube as usual. En bedankt voor het kijken en tot volgende keer. Doei doei!